Zo, nu gaan we ons hoofdgerecht klaarmaken. We reizen naar Portugal voor ons hoofdgerecht. We gaan kataplanen klaarmaken. Er zit daar een langoustientje in, een stukje zeebaars, kokkel, mosselken. Je kunt daar van alles mee doen. Het is eigenlijk allemaal in een schelp doen. Dus dat is onze kataplanen. En op het vuur zetten. Maar we gaan daar stap per stap te werk gaan. We gaan beginnen met ons patatjes te koken, omdat dat langst nodig heeft van tijd. Een krielaardappeltje kunnen overal gaan halen in de winkel. Een beetje water. Die zetten we op het vuur. En die kunnen we gerust laten. Onze volgende stap, onze groentjes. We gaan onze selder nemen. Tomaatje. Ajuin. En wortel. We gaan die wortel schillen. Onze selder. Die snijden we in blokjes. Voilà. Met onze wortel gaan we juist selder te werk. We nemen onze olijfolie. We gaan die groentjes heel op het gemak stoven. Het is niet de bedoeling dat we die direct op een heel hard vuur gaan zetten. De worteltjes mogen er al in. Volgen ons najuin. Dan hebben we ons peperke. Peperke, dat mag er altijd wel bij. Voor de veiligheid gaan we de zaadjes uithalen. En die gaan we ook hetzelfde fijn snijden. We gaan een rood en een groen pepertje nemen. Ons tomaatje gaan we eigenlijk in vier snijden. Ons pitjes verwijderen. En die gaan we dan ook mooi in blokjes snijden. Gaan we de rest van de groentjes in ons pan doen. Zo. We gaan er een teetje look bij doen voor de smaak. We gaan de groentjes nu even overdoen in een kasserolletje. Dat ik met de vis kan bakken. De volgende stap van onze kataplana is onze vis. Moet ik kijken wat fantastische visjes dat we mee hebben. We gaan onze vis al een keer kort bakken. En dat is gemakkelijk straks voor in onze kataplana. Heeft dat niet lang tijd nodig tot als dat haar is. We gaan onze zeebaars schoon snijden. Natuurlijk moet niet volledig filet zijn. We gaan een klein beetje zorgen dat het mooi op bord kan geserveerd worden. We gaan een stukje rog nemen. Zo, onze rog. Onze groentjes zijn op het gemak aan het stoven. En we gaan er een klein beetje peper en zout op doen. We gaan onze visjes kort aanbakken. We nemen ons olijfolie. We gaan die niet lang laten bakken. Waarom niet? In onze kataplana gaat dat ook straks nog even krijgen. Het is niet de bedoeling dat we over haar vis krijgen in onze kataplana. We hebben ons stukjes vis mooi in de pan. We gaan onze vis afkruiden met peper en zout. Basilicumolie. Het is lekker fris, kruiden, basilicum. Perfect huwelijk met onze kataplana, tomaat. Daar mag een scheutje over. Zo. Dus we gaan die maar langs de ene kant laten bakken. En die leggen we mooi op een bordje tot straks. Voilà, we gaan ons langoustientje er al bij leggen. Ons nabashi-garnaal. Dan kunnen we dat gemakkelijk straks afwerken. Zo. We gaan de aardappel afgieten. En nu gaan we ons schelp vullen. Altijd super tof. We nemen onze kataplana. Gezien kataplana heeft de vorm van een schelp. We gaan die een keer open doen. Ons schelp. De bedoeling van de kataplana is eigenlijk dat dat mooi toesluit. We doen ons al onze ingrediënten daarin. En er gaat niks van onze smaak verdwijnen. Dus dat gaat stevig toe. En de smaak van uw groentjes, uw vis, uw bouillon blijven er allemaal in. We gaan er altijd een scheutje olijfolie in doen. Dat onze vis zeker niet gaat plakken aan de schelp. We gaan daar eerst onze groentjes in doen. Je ziet, onze groentjes hebben mooi gestoofd. Die doen we erin.
Dan gaan we een beetje spelen met onze vis. We nemen ons bord met de vis. We schikken onze vis daar mooi in. Langoustine. Onze nobashi-garnaal. Dat is eigenlijk een Japanse garnaal. 1000 keer beter dan een gewone scampi. Onze schelpjes. Altijd eerst een keer goed wassen, want het kruipt er gemakkelijk zand in. Die gaan we mooi op onze vis schikken. Klein beetje bouchon-mosseltjes heb ik ook meegebracht. En we gaan ons geheel nog een keer goed afkruiden met peper en zout. En we gaan er nog een keer een scheutje basilicumolie in doen voor de smaak van zijn basilicum en kruiden. Dat is altijd goed fris in dit gerecht. Zo. Onze tomaatjes niet vergeten. We gaan onze bouillon daarbij gieten. Ik heb groentjes aangestoofd, visgraten, langoustinekoppen. Goed aanstoven, bevochtigen met witte wijn en water. Goed wat kruiden aan toevoegen, look, tijm. Je mocht er eigenlijk een beetje mee spelen. Als je thuis zo geen schelp hebt, geen probleem. Je kunt dat even goed in een pan doen, met een deksel. Maar het belangrijkste van dat gerecht is dat dat volledig gesloten blijft. Dat je niet om de 2 minuten je pan gaat open doen of al je smaken gaan eigenlijk verdwijnen. Daar mag redelijk wat bouillon in, aangezien dat onze schelp op het vuur komt, dat dat ingekookt wordt. Ons krielpatatjes moet dat niet doorsnijden, dat mag er zo ingelegd worden. Zo. We gaan onze schelp mooi sluiten. De bedoeling is dus dat we die echt goed gaan vastdoen. Zo, onze kataplana is klaar. Het moet nog 5 minuutjes opgewarmd worden en je kunt traceren. Dus gemakkelijker dan dat kun je niet hebben. Straks als onze gasten toekomen, gaan we onze kataplana 5 minuutjes op een stevig vuurje zetten. Heel belangrijk dat we de schelp niet openen, want dan gaan al onze lekkere smaken verdwijnen. Je ziet, een damp komt er al een beetje uit onze schelp. En we gaan die nu openen. Ah, kijk, je ruikt het al. Dat is fantastisch van geur. Onze mosseltjes zijn mooi open. Dus die kataplana is volledig gaar. Zo, we gaan onze kataplana dresseren in ons bord. Belangrijk natuurlijk dat we van alles een beetje mee hebben. Een beetje lekkere jus, een langoustientje, een stukje vis en ons patatje. En we gaan er een klein beetje natuurlijk de jus over gieten. De jus is het belangrijkste van het gerecht. En dan gaan we afwerken met een klein beetje peterselie. Waarom peterselie? Vispeterselie. Dat is perfect huwelijk. En ook voor onze kleur. We gaan er een klein beetje chipsjes op leggen. Van kroephoek van inktvis heb ik nu gekozen. En we zitten mee als thema vis. Klein beetje bloemetjes op doen voor het kleur. En we werken af met een klein beetje grof zeezout. Ziezo, onze kataplana is klaar. Geruikt dat is gewoon fantastisch. Niet veel werk en smakelijk.